Nou, op dit moment is het natuurlijk een bizarre tijd. We zitten natuurlijk in de coronatijd. Een aantal van ons zijn wel open, het merendeel is dicht. Dus het is op dit moment natuurlijk heel moeilijk om wat van te zeggen. Terugkijkend op eerder, kan ik alleen zeggen, ja, gratis parkeren is denk ik het grootste pluspunt van Winterswijk. Daarnaast is het compact centrum, veel aanloopstraten, een mooi marktplein, bereikbaar in die zin. Nou, met beleving willen we graag nog meer gastvrijheid bereiken. We zijn natuurlijk gastvrij, maar nog gastvrijer dan dat we al zijn. Daarnaast willen we beleving, sfeer. En we willen natuurlijk verrassen. We willen blijven verrassen. Dus elke keer als je terugkomt in Winterswijk, moet je eigenlijk opnieuw verrast worden met wat we te bieden hebben. Nou, en dan willen we graag een stuk veiligheid in het winkelcentrum gaan creëren. En dat de consument zich ook veilig voelt en prettig kan verblijven in het winkelcentrum. Je kunt altijd verbeteren. Er zijn altijd kleine of grotere verbeteringen, kleinere verbeteringen. Waar bij ons dan heel erg zou zijn, in onze optiek is een beetje dat mensen zich gastvrij voelen. Dat mensen als ze hier aankomen in Winterswijk welkom voelen. Dus het gevoel hebben van jeetje, dat ze omarmd worden. Dat is denk ik het grootste goed wat je ook wil krijgen als klant zijn. Dat je gezien wordt, dat je begrepen wordt. Nou, en dat zit in hele kleine dingetjes, zoals de route van als je van de parkeerplaats komt naar de plek van bestemming, dat die duidelijk is. Misschien op een ludieke manier, misschien oude panden, mooie historische panden, wat meer aanlichten. De kerk, de markt, de verbinding tussen Noord en Zuid, het centrum misschien nog meer verbeteren. Ja, dus heel erg kijken vanuit de ogen van de consument waar nog verbeteringen zijn. Daar zou je denk ik met beleving nog heel ver mee kunnen komen. Hoe zouden we dat willen realiseren? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken om bepaalde lokale mensen, lokale grootheden, om die in het centrum te laten terugkomen. Neem bijvoorbeeld Gerrit Komrij. Je zou bijvoorbeeld op lelijke gevels of op kale zijgevels zou je bijvoorbeeld een mooie citaten van Komrij kunnen plaatsen. Maar zo zou je bijvoorbeeld ook het verhaal van de notaris en van zijn vrouw, de liefdesbrieven en de gebroken ketting, die zou je in het centrum kunnen doortrekken. Dat je overal in het centrum daar toch iets van op pikt. Maar ja, zo zou je ook bijvoorbeeld met de Vrullen van Dort iets kunnen. Ja, bedenk het maar, er is natuurlijk van alles te bedenken. Het groene buitengebied van Winterswijk, dat naar het centrum heen trekken, dat je eigenlijk ook in het centrum al het mooie van het buitengebied, dat je daar al mee wordt geconfronteerd en daarmee zelfs ook het buitengebied in zou kunnen trekken of andersom. Maar dat zijn natuurlijk zomaar een paar voorbeelden. Je zou ook kunnen denken aan de wijze waarop nu de weg en de parkeerplaatsen op de markt zijn gesitueerd. Die dragen op dit moment niet echt bij voor een goede verbinding tussen noord- en zuidzijde van het winkelcentrum. Nou, daar kan misschien goed naar gekeken worden hoe je toch kunt zorgen dat je over dat marktplein, wat toch het hart van het winkelcentrum is, een goede verbinding krijgt tussen noord en zuid.